Goedemorgen lieve mensen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga vandaag weer op vakantie. Alleen dit keer ga ik niet naar de zon, naar ergens waar ze mooie palmbomen hebben. We gaan in Nederland op vakantie. Maar ik heb er nog steeds heel veel zin in, want het plan is dat we gaan leren windsurfen. En sowieso zeilen we ook, dus. En verder is het natuurlijk gewoon ook heel relaxed. Een vakantie is altijd op zich wel prima. Ik hoop nog wel een beetje dat het wat mooier weer wordt dan dat het nu is. Want de voorspellingen zijn niet zo goed. Ik heb hier al mijn spullen bij elkaar. Ik ben helemaal ingepakt. Ik heb sowieso veel te veel meegenomen. Maar ik vind het gewoon zo moeilijk om te bepalen wat ik in Nederland allemaal mee moet nemen. Maar ik ga maar eens ontbijten, want ik heb echt koffie nodig. Ik heb echt hoofdpijn omdat ik veel te weinig heb geslapen. En ik heb ook wel honger. We zitten in de auto. En we gaan zo rijden. Alles zit gepakt. We zitten echt helemaal vol. Sorry dat ik kauwgom in mijn mond heb. Ik praat een beetje uit. Maar het is volgens mij 2,5 uur ongeveer rijden. Dus valt echt wel mee. En volgens mij ook nog niet verteld waar we heen gaan. Maar we gaan naar Drenthe. Ik heb tegen iedereen gezegd dat we in Groningen op vakantie gaan. Maar het is dus net in Drenthe, echt naast de grens van Groningen. Was op het terras, terwijl de rest even naar het toilet is. En we hebben net al gekeken, we nemen waarschijnlijk gewoon een pannenkoek naturel. Hè, Maaike? Ja. Geïnteresseerd, iemand heeft wifi, dus die wil even op de telefoon. Nee, die is hem helemaal niet. Oh, ja, maar je bent de wifi aan het regelen. First laugh. De pannenkoeken zijn er. Dat is allemaal pijn, zeg. Lekker. En we delen een ijsdeur. Heb je lekker gegeten? Ja. Ze vond het best wel lekkere pannenkoeken. En we gaan nu door een tunnel onder de snelweg door, want de auto die staat aan de andere kant. We staan nu voor ons huisje. Hij is leuk blauw. Alleen hij is nog niet klaar, dus we kunnen er nog niet in. Ze moeten hem nog schoonmaken en ze zei dat het ongeveer een kwartiertje zou duren, dus dan kunnen we er waarschijnlijk in. Nu boodschappen doen, want we hebben wel een paar kleine dingetjes meegenomen, maar eigenlijk hebben we nog niks. Dus we gaan eventjes boodschappen doen en mijn licht valt weg. Je rijdt de verkeerde kant op, mijn licht valt weg. Kijk even hoe scheef deze auto staat geparkeerd. Hij is gewoon te lang en daarom is hij zo gaan staan. Wanneer je kratje het begeeft, dit stuk is er net tussenuit en echt alle boodschappen vielen eruit. En dit melkpak is gebroken. Editen met een view. En mijn broertje en zusje die hier beneden aan het schreeuwen zijn in het water en aan het zwemmen zijn in de haven. Oké, we hebben hier dus aan deze kant een steiger en daar brengt iedereen zijn boot naar binnen. En dit is ons huisje. Dus wij hebben echt perfect zicht op die steiger. En er waren net twee jongens. En die hadden een jetski en ze moesten hem met een andere accu opstarten omdat hun eigen accu niet werkte. En het was echt, ze hadden al één keer waren ze bezig. En toen voeren ze bijna zeg maar weg. En toen viel die er bijna van af. En toen deed ze het nog een keer. En guess what? Hij viel in het water. Het was echt hilarisch om naar te kijken. Ja. Maar we gaan nu even richting de zeilschool kijken. Kijken wat je daar kan huren en kijken wat je daar kan doen. En volgens mij is het niet heel ver weg. Dus daar gaan we nu eventjes heen lopen.
Wat ben jij erin? Echt elk speeltoestel waar we langskomen. Oh, hier is de midgetgolfbaan. Kijk. Meike, dit gaan we... Meike, dit gaan we sowieso een keer doen. Het bootje van Berend Botje. Op de avond en we hebben eigenlijk niet meer veel gedaan. We hebben eigenlijk gewoon gezellig hier in de woonkamer gezeten met z'n allen en tv gekeken en wat andere dingetjes. En iedereen is nu al naar bed, dus ik ga zo ook maar richting bed. Het is al bijna 12 uur. Ik ga misschien nog iets van vlogs even kijken in mijn bed, maar daarna ga ik ook lekker slapen. Dus bij deze wil ik deze vlog ook afsluiten. Vond je het een leuke video? Doe dan je duimpje omhoog. Wil je meer van mijn video's zien? Abonneer je hieronder ergens op mijn kanaal. En tot de volgende keer! Thank you.